mensen, jullie hebben het aan de titel gezien. Jullie en ik gaan zo weer naar Frankrijk toe. We hebben hier echt mega lang naar uitgekeken. Het is nu vrijdagochtend en we gaan zo het gas intrappen. Ja, we gaan een hele vette sessie beleven. Tenminste, dat is het plan. We gaan meer dan 3 weken lang vissen. En ik ga 3 verschillende films voor jullie opnemen. Jullie kijken nu naar de eerste film daarvan. En dit is ook naar mijn mening echt de vetste. Hier heb ik oprecht het meeste naar uitgekeken. En Julian ook. We gaan namelijk een week lang vanuit een boot vissen op de mooiste rivier van Frankrijk. Dus ja, we kunnen echt niet wachten, Julian. Het gaat gebeuren, jongen. Super veel zin in, man. We gaan het gas snel intrappen. En dan wens ik jullie bij deze heel veel plezier met het kijken van deze video. Zo, daar zijn we dan. Aangekomen op de boot. Nou, we hebben een hele zware rit erop zitten, of niet, joh? Ja, aardig wat file gehad, maar goed, ik heb er wel echt heel veel zin in. Klopt, we gaan vannacht toch maar denk ik even een paar hengels uitvaren. Ja, gewoon een nachtje voor spek en bonen vissen. En dan gaan we morgen echt beginnen. Dan gaat morgen het grote avontuur beginnen. Dan gaan we stekker zoeken, aanvoeren. Nu hebben we de boot over kunnen nemen van een paar bekenden van ons. Dus we zijn op deze stek terechtgekomen. En we gaan gewoon een paar hengels uitvaren. Dan zien we wel of er wat gebeurt vannacht. Jacht is in het terrasje, dus we gaan vanavond zeker even een biertje drinken voor het slapen gaan. En dan gaan we morgen fit gaan we het avontuur starten, dus we hebben er mega veel zin in. Zo jongens, een goedemorgen allemaal. We hebben lekker uitgeslapen, heerlijk nachtje gehad en we zijn fit om de week te gaan starten op de lot. Nou goed, we hebben vannacht dus gevist met 4 hengels. We hebben ze wel gewoon uitgevaren, een beetje voor spek en bonen gevist. Toch nog actie gekregen. Ik had vannacht een heel klein schupje en Julian had vanochtend nog een kopvoren. Nou, daar is het bij gebleven. Eigenlijk wel leuk om zo meteen de sessie al te starten, maar nu gaat het echte feest beginnen. We gaan snel even een bakje koffie drinken, want we hebben nog geen koffie gehad. Ik begin een beetje hoofdpijn te krijgen. Veel van jullie zullen dat vast kennen, die cafeïneverslaving. Maar goed, het komt helemaal goed. We gaan snel de boot losmaken en dan gaan we het stuwvak verkennen. Dit stuwvak is volgens mij, als ik me niet vergis, 7 of 8 kilometer lang. En hier gaan we denk ik 3 stekken zoeken, die we ook flink gaan aanvoeren. En dan gaan we vannacht een instant nachtje vissen, ergens op een random plek, dat weten we nog niet. Eerst maar eens kijken wat het hier voor omgeving is, wat voor stekken het zijn. En hopelijk komen we wat moois tegen. We gaan 2 stekken aanvoeren, waarvan eentje zwaar aanvoeren en de andere gaan we heel subtiel aanvoeren. Dus deze stek zit in een bocht en die gaan we zwaar aanvoeren met tijgenoten en veel bonnen. En dan gaan we ze dadelijk naar een andere stek toe en dan gaan we heel subtiel wat lichtjes voeren. En dan gaan we kijken wat het verschil maakt. We gaan gewoon even kijken wat werkt. Hier gooien we er 1 kilo of 10 in, heel verspreid. Julian zei al, we zitten in een hele scherpe bocht, dus daar overal langs de overkant. Maar de stroming erin staat is een stuk dieper en daar gaan we nu voeren. En de andere stek die gaan we dus heel lichtjes aanvoeren met wat gebroken boilies en wat tijgenootjes. Daar gaan we waarschijnlijk wel veel bijvangst op hebben, maar we willen gewoon kijken of we daardoor toch de wat dikkere vissen kunnen vangen. Dan hebben we in ieder geval 2 stekken aangevoerd en dan gaan we straks nog even een instant stek zoeken waar we de nacht gaan vissen. Dus wij gaan nog even voeren en dan zien we jullie dadelijk terug op de stek waar wij de nacht gaan vissen. Bootje aangelegd en we zijn hier op een stek waar we dus instant een nachtje gaan vissen. Daarachter is de brug waar we afgelopen nacht hebben gezeten. En hier rechts, even kijken of ik onder de bomen door kan filmen, daar is een dam en daar gaan we dus bovenaan vissen.
We zitten dus echt op het einde van het stuwvak. Vaak zijn dit soort barrages gewoon echt holdings en er ligt gewoon een bepaalde populatie aan vis. Dus we verwachten dat we hier in stand wel een goede kans maken. Of het echt wat wordt, weten we natuurlijk niet. Maar kijk eens wat een omgeving, hé. Het is echt zo bizar mooi. We hebben net al mega veel kilometers gevaren en is al een paar stekken aangevoerd. Ja, echt gewoon nog een brutere omgeving dan vorig jaar. Het is zo fantastisch. Dus nou, we kunnen niet wachten om weer de hengels in te gaan leggen. En om... Weet je wat ook mooi is? Nou? Dat ik die barbecue aan te slingen. Ja, dat is lekker, hè. Vorig jaar hadden we ook deze barbecues. Alleen toen hebben we besloten om ze niet mee op de boot te nemen, want toen was de boot wat kleiner. Alleen dit is een nieuwe boot van Joachim, van Lot of Kaap. En deze is echt zo vet. Maar goed, lang genoeg gepraat. We gaan snel wat rechtjes klaarmaken. Hier hebben we een ton met tijgenoten. En dan pakken we gewoon weer de 24 mm boilies erbij. En dan gaan we kijken of we hier een paar mooie stekken kunnen vinden. Mijn eerste hengel die gaat te water met een triple tijgenoot en de andere erachter met een 24 mm krilboilie. Nou, Julian die gaat er ook eentje met tijgenoten vissen en eentje met een milk en fruit boilie. Nou, het systeem wat we gebruiken is gewoon weer standaard zoals altijd. Een visveilig systeem, Central Shocker LED clip systeem. Nou, super super visveilig. En het mooie is natuurlijk dat het lood eraf gaat zodra een vis zich vastzwemt. En hier op de lot zijn veel obstakels en mochten we echt veel lood gaan verspelen, dan gaan we gewoon overschakelen op stenen. Maar in principe blijft het lood er gewoon aan als de vis zich niet vastzwemt. Onderlijn 20 cm, QC heavy sinker op het midden. En een grote haak, superhoek maat 2 van Kamakatsu. Mega scherp en heel erg sterk. Dat gaat gewoon ongetwijfeld werken. Het is eerder de vraag of de vis hier zit en of ze zin hebben om te vreten vannacht. Nou, we gaan ook heel subtiel bijvoeren. We hebben hier een emmer met 24 mm boilies, milk en fruit en krill. En hier een hele ton tijgenoten, ik denk een kilo of 50. Maar we gaan niet te veel voeren, joh. We gaan lekker subtiel houden. Ja, eerst maar eens even een aanbeet zien te krijgen. Precies, kijken dus, of de vis hier überhaupt wel ligt, hè. Precies, mijn richtjes zijn ook klaar voor lange her. Dan gaan we kijken wat werkt. Super. Oh, eerste aanbeet. We hadden net de barbecue aangestoken. Alleen het is een kopvoren. Ja, daar worden we niet blij van. Elastiek knapte wel mooi. Dus het systeem werkt. Alleen jammer dat het zo'n kopvoren is. Nou, daar gaat hij. Zo, de avond valt, het is alweer bijna donker en terwijl de honden op de achtergrond volop aan het blaffen zijn, zitten wij hier lekker te relaxen op de boot. Wat zegt jouw gevoel, Joel? Ja, ik denk dat wij een goede kans maken op een blank, maar ik denk ook wel dat we kans maken op een vis. En ik hoop van wel eigenlijk. Het zou ook niet erg zijn om even bij te slapen, want wij kunnen het wel goed gebruiken. Van de andere kant, ja, laat die vissen maar gewoon komen. Slapen doen we wel weer na de vakantie. Dus, sprong er eentje uit het water, niet normaal. Ja. Extra vertrouwen dus. Extra vertrouwen. Nou ja, komt goed, hè. We zien je vannacht. Yes. We zien jou vannacht met een kromme hengel, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Goedemorgen allemaal. We hebben helaas geen vis gevangen vannacht. Ja, het was natuurlijk een instant stek en we hadden ook niet echt verwacht om hier een vis te gaan vangen. Had natuurlijk wel gekund bij zo'n barrage, maar helaas is dat niet gebeurd. Vanaf nu gaan we de voerstekken bevissen en dus hebben we ook veel meer vertrouwen in de stekken die we gaan bevissen. Ja, het is nu laat in de ochtend, we doen lekker rustig aan, we hebben totaal geen haast. Ik ben ook al eventjes een paar uurtjes video's aan het editen voor bedrijven. Dat doe ik wel vaker als freelancer. Best wel relaxed werk, gewoon lekker achter de laptop aan de waterkant. Dus dat is helemaal prima. Nou, we gaan zo de hengels eruit draaien als ik hiermee klaar ben. En dan gaan we naar de voerstek toe.
eerst nog even een lekkere duik nemen, want het wordt weer meer dan 30 graden vandaag. Heel erg verfrissend om even lekker de lot in te springen. Voordat we naar de stek gaan, gaan we uiteraard eerst nog even de grote voerstek aanvoeren. Daar gooien we weer zeker een kilo of 10 aan voer in. En dan gaan we dus vannacht vissen op die subtiele stek waar we echt maar een heel klein beetje hebben gevoerd. Een paar gebroken boilies, een paar tijgenootjes, heel verspreid. En kijken of we op die manier toch een grote vis kunnen vangen. Misschien vangen we ook alleen maar kopvorens en barbelen, want er ligt weinig voer. En ja, het moet eigenlijk allemaal wel zijn weggevreten. Maar ja, we zullen het wel zien. Het is gewoon leuk om te proberen. Eerst maar eens even dit videootje afmaken en dan spreek ik jullie straks weer. Nou, ik ga even snel de emmers voor klaarmaken voor het voeren. En dan heb ik een mooie tip voor jullie. Ik heb hier de tijgenoten, de ton. En zoals jullie zien zitten er allerlei voedseldeeltjes tussen die tijgenoten. Nou, dat komt door de toevoeging van chilivlokken tijdens het bereiden van die tijgenoten. Maar die chilivlokken zijn echt goud, jongens. Daarmee kan je echt verschil maken. Wat wij hebben gedaan, we hebben gewoon de tijgenoten gekookt. En meteen na het koken, op het moment dat we ze in deze ton deden, deden we de chilivlokken bij. Ongeveer 100 gram chilivlokken per 10 kilo tijgenoten. En kijk eens hoe erg ze slijmen, jongens. Dat is echt niet normaal. En het is dus echt een verschil. Mensen vissen ze heel vaak naturel. Maar door die chilivlokken maak je gewoon echt een verschil. Want die vissen kennen het niet. En sowieso, het is algemeen bekend dat karpers heel erg houden van scherp voedsel. Die chilivlokken kan je bestellen op de website van Q&Q Bait Products. Linkje staat in de beschrijving onder deze video. En die kost ook helemaal niet veel. En het is echt een mooie toevoeging, zoals ik al zei. Nou, dit vangt gewoon vis. Ik ga nog snel even de emmer vullen. En dan gooien we deze hele emmer erin op de grote voerstek met nog een kilo of 5 aan bollen. En daarna gaan we naar de stek toe, waar we het nachtje gaan vissen met wat minder voer. Even de boot langs de zijkant van de lot aangemeerd. Lekker in de schaduw, het is hartstikke warm. Even een soepje gemaakt. En dan kunnen we zo met een volle maag naar de voerstek toe. We hebben ook meteen even het voer klaargemaakt. We gaan vannacht dus vissen met weinig voer en heel verspreid. En met gebroken boilies, geen één hele ertussen. Dus echt allemaal halfjes, die gaan we heel verspreid bijvoeren met wat tijgenoten. Ik denk dat ik op de her een dubbele halve boilie doe, die zet ik dan zo op elkaar. En dat gaat vast werken als de vis overheen trekt. Dan gaan we ongetwijfeld een paar runs krijgen. Dat zou in ieder geval wel fantastisch zijn. We verwachten overdag sowieso geen actie. Dus vandaar dat we nu ook even heel rustig aan doen. We hebben niet onnodig lijnen in het water liggen 's middags. Want runs gaan we dan vast niet krijgen. We gaan ook meteen even allemaal rigs klaarmaken en bazen. Die leggen we dan alvast in de boot. Zodat we straks, als we vis hebben, ook meteen weer kunnen wisselen. En dat we geen tijd verliezen. Even een soepje eten en dan zien we jullie straks terug op de stek. Kijk eens jongens, echt weer een parel van een stek hier zo. Nou, we zijn aangekomen, het is 3 uur 's middags. Nou, we gaan nog niet met elastiek naar de overkant vissen, want er komen nog geregeld bootjes voorbij. Het is ook zondagmiddag, dus behoorlijk druk op het water. Nou, we gaan allebei wel vast één hengel uitvaren die we gewoon op de bodem gaan vissen. En onderaan het taluut in de vaargeul. Daar hebben we ook geen last van boten. Hoe ga jij nu vissen, Jules? Ik ga alvast één hengel naar de onderkant van het taluut uitvaren, onder de eigen kant. Dat is de hengel die we niet met elastiek naar de overkant gaan varen. En dat kan nog niet, vanwege de boten die langskomen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, en we hebben weer steenpapier schaar gedaan voor het loten van de stekken. Links is namelijk ietsjes mooier. Ja, hebben we gisteren ook gewonnen. Ja, ik heb weer gewonnen, gisteren ook al. Maar dat zegt nog niks, hè. Misschien pak jij wel gewoon een dikke vis vannacht. Zal mooi zijn. Nou, daar is een eilandje, daar zo. Daar ga ik er eentje tussen die boei en het eiland vissen. Mijn rechterhengel die ga ik naar de overkant vissen. Is een groot wierveld die we gisteren mooi hebben volgestrooid. Heel verspreid met wat voer. Daar klapt een dikke vis uit het water. Maar ik denk een roofvis hoor, het is geen karper. En Julian die gaat één hengel daar naar de takken vissen met elastiek vanavond.
En dus eentje onder eigen kant die er nu gaat uitvaren. Dat is het plan en hopelijk levert het een vis op. Dikke chaos op de stek. Wat is er gebeurd, Jules? In 5 minuten liepen 3 hengels af. Dus alle hengels gaan we nu weer op scherp leggen. Allemaal witvis, kopvoren, barbelen. Je hebt een soort van kruiskarpen. Ja. Dus we gaan snel de hengels ophalen. Deze heeft zich vastgezommen. Witvisje. En dan alles op scherp leggen. Yes, gaan we doen. Even wat grote aas. Ik ga nu een heleboel en een halve er bovenop vissen. En dit is dus die stek waar we niet heel veel hebben gevoerd. Ik denk een kilo of 5 gisteren. Ja, dat klinkt voor sommigen van jullie waarschijnlijk heel veel, maar voor zo'n rivier is dat eigenlijk helemaal niks. Dat wordt gewoon meteen weggevreten door die witvis. Helemaal omdat we ook met veel gebroken boilies en tijgenoten hebben gevoerd. Dus ja, we gaan nu wat steviger voeren. Hopelijk komen we op die stek en gaan ze de stek ook domineren straks. Dat zou fantastisch zijn. Maar goed, eerst maar eens alles op scherp leggen voordat het donker is. En dan hopen dat er een karpen volgt. Jongens, dit is echt bizar. Het is net donker. We worden eigenlijk net gaan slapen met tanden gepoetst. Ik stond nog even bij mijn hengels te kijken. Mijn rechterhengel die kan de overkant visten met elastiek. Ja, opeens klapt hij terug. Elastiek geknapt dus. Ik dacht, nou, dat kan wel eens een aanbeet zijn, een karper. Ik draai hem keisnel binnen om hem te blokken uit te takken. Hij komt meteen naar me toe. Ik dacht, ja, is een witvis, weet je wel, een kopvoren of een mabeel of zo. Midden in de rivier, in de Vagel, dook die volgas de stroming in. En ik had eigenlijk heel weinig op te zeggen. Ik moest echt vol gas drillen. En hij dook helemaal nog de takken in onder eigen kant. En toen kwam wel scheppen, kwam ik eigenlijk achter dat het een karper was. Het is geen grote, echt weer een klein schubje. Maar mega blij mee. En de tweede karper van de sessie. En Julian, er gaat nog wel meer uitkomen vannacht, jongen. Sowieso, joh. Super, super vet. Ik laat hem jullie snel zien. Kijk eens, vast in de onderlip. Dikke haakmaat 2 erop. Superhoek, zoals ik al zei eerder deze video. Nou, mega scherp. Hij zit er dwars doorheen. Helemaal top. Ik laat hem jullie snel zien. Kijk eens, jongens. Hier is hij. Het is onderhand helemaal donker. Dus er wordt nog een heel gedoe om zo de lijn weer uit te varen. Maar goed, we hebben een hoofdlampje, dus dat komt wel helemaal goed. Ik ben al lang blij dat we de tweede lotkarper hebben gevangen. En dat op de eerste nacht van het bevissen van een voerstek. Nou, dat werkt gewoon altijd. Hier hebben we echt niet heel veel gevoerd gisteren, zoals ik al eerder zei. Maar ja, levert toch vis op. Ik ga weer goed bijvoeren, want ik wil geen bijvangst eigenlijk meer hebben. Dus ja, ik heb er weer heel veel vertrouwen in. Deze laat ik snel weer zwemmen en hopen op snel weer een volgende vis. Lekker stroom, man. Zo jongens, diep in de nacht. Julian is aan het drillen in de boot. Het is volgens mij geen grote vis, maar super sterk. De rummel is echt super, super hard. Maar het ziet eruit als een mooie vis. Ga je deze landen, Jul? Sowieso. Dan wordt je eerste lotkarper van 2020, man. Yes. Top, zien we je zo terug. Zo mensen, super leuk visje. Voor mij de allereerste lotkarper van 2020. Super blij mee. Ik had hem op een anderhalve boilie recht, dus ik doe eerst een hele boilie eraan, daarna een halve erbovenop. Heel apart bekje, hij is niet kapot, maar hij is gewoon vergroeid. Ja, precies. Dus ik dacht eerst van, oh, die zal een keer gevangen zijn, die heeft een keer gewoon een keer de bek uitgescheurd of zo, maar dat is totaal niet het geval. Nee. Hij is gewoon vergroeid. En dat die zon harde fluiten gaf, hè, joh. We dachten echt dat dit een goede vis was. Ja, inderdaad. Maar we maken het ook uit, hè. Dit is ook fantastisch. Ik ben er ook echt heel blij mee. Jullie zien ook niet alles wat wij hier allemaal doen, maar ik heb echt wel heel veel bijvangsten gehad. Mm-hmm. En dan telkens weer die richt uitvaren en uiteindelijk loont het toch. Ja, zeker. Dus meer dan verdiend. Blijven doorzetten, jongens. Ja, het is nu 5 uur, dus we gaan nog snel weer die hengel terugleggen. En hopelijk kunnen we nog eentje vangen. Ja, overdag vangen we sowieso niks en in de ochtend is het ook heel taai. Omdat het daar heel snel heel warm wordt. Heel misschien vangen we nog een derde vis van deze nacht erbij.
Zo, goedemorgen jongens. Oh, keiharde run. Echt kei en keihard. Weer op Julian's rechterhengel. Hij staat lekker te drillen. Kijk, het zonnetje is al boven het water. Wordt het eigenlijk niet meer verwacht 's ochtends. Maar goed, keiharde fluiter. En we gaan kijken wat hier aan hangt. Dit is dan al de derde karper van de nacht, hè? Ja, hè? Voerstekken werken, hè? Ja, precies. En we moeten nog naar de grote voerstek gaan, dus ja. Dat belooft echt wat, hè? Ja, en gaan we hier weer voer op kleuren en dan weer later terugkomen? Ja, ja, dat weet ik niet. Even op hebben nog. Ja. Nou, we hebben al gezien, het is geen grote vis. Maar goed, wel weer actie. Kracht uit de lotvissen. Heerlijk. Ons betere vis hoor, joh. Ja? Nee, joh. Hij is groter dan die ander. Zeker wel. We zijn echt, denk ik, 700 meter van de boot af. Niet normaal. Dat is helemaal daarachter. Zo, dit is ook wel lekker makkelijk laten zien. Zittend op de rand van de boot, want de belichting die was niet zo goed om hem anders te laten zien. De vissen beginnen al elke keer een stukje groter te worden. Dus als we die curve zo door kunnen laten gaan, dan gaat het een geslaagde sessie worden. Ja, supermooie vis. Wat een fluiten gaf deze. Het is echt niet normaal meer. Echt super hard. Het stoom kwam net niet meer van de slip af, maar zo. Vet hoor. Ja. Maar een mooie vis. Heel blij mee. En wat hebben we nu gedaan met de hengel, Jules? Ja, we gaan ze nu weer binnendraaien. Ik zal het weer zilver neerleggen hoor. We gaan nu de hengels binnendraaien die naar de overkant lagen. Die zijn met elastiek aan het vissen naar de overkant. En het pleziervaart, dat begint zo dadelijk weer. Dus die willen natuurlijk niet onderschept worden door een strakke lijn in hun gezicht. Dus die gaan we binnendraaien en die gaan we dan in de vagel leggen. Wie weet trekt die nog af. En dan gaan we vanmiddag lekker naar de voerstek toe, naar de grote voerstek. Helemaal super. Mooi. We gaan de stek zo verlaten, alleen we hebben één probleempje en dat is geen fijn probleempje, want hoe kunnen we dit het beste uitleggen aan de kijkers, Julian? Ja, je moet dus de boot vastzetten met touwen aan de achterkant om hem stabiel te krijgen. En normaal gaat het overal heel goed, maar hier is de bodem zo zacht, als je je voeten op de grond zet, dan zak je letterlijk na zeker 1 meter, 10 of 1 meter, 20, gewoon helemaal tot aan je navel gewoon weg. En hoe ruikt dat? Ah, het is echt niet normaal, echt, dat stinkt. Ik heb nog nooit zoiets meer ergens geroken, het is echt niet normaal. Dus we willen het allebei niet, dus we gaan even steen, papier, schaar doen om te kijken wie het moet doen. Ik ben heel benieuwd, degene die het eerste twee potjes heeft gewonnen, die wint. Dus Julian. Steen, papier, schaar. Ja. Oh, hier baal ik van, jongens, echt. Oh, daarna meteen maar een duik nemen. Het is volgens mij vandaag 33 of 34 graden, dus nou, dat is dan wel weer oké, okay, maar het is niet fijn dit. Oh, oh, oh. This is a Chucky Beat production. Thank you.
Zoals jullie zien zitten we in de sluis. En we gaan nu naar een hoger gelegen stuwvak. Alleen om even te voeren en boodschappen te doen. Het plan is om morgen, ongeacht wat we vannacht vangen, dus dit stuwvak hierboven te gaan bevissen. Daar gaan we nu voeren. Kilo of 10 erin gooien, 1 emmertje. Daarna bekijken we weer even of we dan weer terug gaan naar dit stuwvak. Of dat we op dat stuwvak blijven. Het is sowieso wel relaxed dat we nu even naar boven kunnen gaan. En een beetje boodschappen kunnen doen, een beetje zwemmen. Overdag vangen we toch niks. En het is bloedverziekend heet. Dus het is heel erg relaxed om zo een beetje de middag te dooien. Hier in de sluis is het echt niet normaal warm. Het is nu 34 graden en het is hier in de sluis windstil en brandende zon op me. Dus ik ga helemaal kapot hier. Snel de sluis uit en dan gaan we weer lekker zwemmen en een stuk varen. Ik zie jullie zo op het nieuwe stuwvak, jongens. Kijk jongens, we zijn aangekomen op de stek. De stek waar we gewoon echt de meeste vertrouwen in hebben. Misschien hebben we nog wel meer vertrouwen in de stek die we net hebben aangevoerd. In het stuwvak hierboven. Maar goed, op dit stuwvak, ja, hier hebben we echt naar uitgekeken. 2 dagen flink gevoerd aan de overkant. Het is ook heel erg breed. De hele voerstrook aan de overkant hebben we aangevoerd. En we gaan nu even alle hengels opnieuw voorzien van een nieuwe verse voorslag. We hebben hem flink getest de afgelopen dagen. Nog geen één vis verspeeld en ja, toch merken we wel dat de voorslagen redelijk beschadigd zijn. Dus ook niet zo gek, heel veel obstakels op de lot. Om er zeker van te zijn dat we niet zomaar een lijnbreuk gaan krijgen, gaan we gewoon weer nieuwe voorslagen opspoelen. Niet veel, slechts een paar meter, want we gaan weer met elastiek naar de overkant vissen. Vanaf het elastiek willen we eigenlijk puur gevlochten lijn hebben, omdat dat veel makkelijker over het water hangt dan een zware voorslag. Dus we gaan even snel aan het werk en over ongeveer een uur gaan we de hengels uitvaren. Dan verwachten we geen boten meer en dan kunnen we mooi naar de overkant vissen. Snel aan de slag. Goedemorgen jongens. Nou, helaas moet ik jullie teleurstellen. Wij zijn ook heel erg teleurgesteld wakker geworden. Geen actie meer bijgekregen na die kopvormen van Julian van gisteravond. Het is niet anders. We hadden echt veel vertrouwen in deze stek. Maar het heeft gewoon niet opgeleverd waarop we hadden gehoopt. We gaan op dit stuwvak snel nog even die stek aanvoeren waar we gisteren 3 vissen hebben gevangen. En dan komen we dan morgen terug. Nadat we hebben gevoerd gaan we weer door de sluis naar het stukje hierboven. Gaan we de nacht vissen op de stek waar we gisteren hebben gevoerd. En dat wordt echt een super brute stek. En hopelijk kunnen we daar een paar vissen vangen. Eerst maar eens hier de laatste hengel eruit draaien, voeren en op naar de sluis. We zijn weer aangekomen op de nieuwe plek. Echt helemaal in de bush, zoals jullie zien. Hier ligt het bootje. En hier achter het water. Nou, het ziet er super bruut uit hier. 1 dag gevoerd is gisteren. Nou, de stek moeten we nog even gaan bepalen. Daar bij het stroompje. Even kijken hoor. Daar zo.
komt sowieso een hengel en dan twee hengels aan de eigen kant, links en rechts. En bij de takken aan de overkant die gaan met elastiek vissen. Geen idee wat hier de goede stekken zijn. Dus we gaan een beetje op gevoel af. En natuurlijk gaan we ook weer steenpapier schaar doen. Om te kijken wie waar gaat vissen. Maar goed, het is hier echt weer schitterend hoor. Echt uniek mooi gewoon. Straks komt Joachim van Lot of Carp, waar deze boot natuurlijk van is. Komt ook nog even langs. Wordt vast gezellig. Eerst gaan we maar eens even kijken of een aantal hengels al op scherp kunnen varen. En joh, heb jij een beetje vertrouwen in deze stek? Ja, op zich wel eigenlijk. Het is een heel mooi stuwvak. En ook heel veel gedeeltes zijn eigenlijk nauwelijks te bevissen. Dus we hebben maar weinig keuze. Ja. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in. We moeten even steenpapier schaar gaan doen, hè? Ja, precies. Gaan we even doen. Zo, mijn richtjes zijn beaast. Ik ga links vissen. Ik heb wederom steenpapier schaar gewonnen. Wat vond je daarvan, Jules? Ja, vond ik niet zo leuk, eerlijk gezegd. Vond je niet heel fijn, hè? Nee, helaas. Maar goed, wie weet vang je wel op die stek daar rechts bij het stroompje een hele mooie vis. Hey Jules, wat gaan we anders doen dan vannacht? Want vannacht hebben we geblankt, hè? Ja, inderdaad. We gaan nu minder voeren. En het lompe aasel gaat eraf en we gaan gewoon weer met tijgenoten vissen. Vorig jaar werkte dat ook heel goed en de vissen die we tot nu toe hebben gevangen, die scheet ook allemaal tijgenoten uit. Dus we gaan gewoon weer subtiele tijgenootjes aan. Eerst maar zijn aanbeet zien te krijgen en dan pas meer voeren. Yes, gaan we doen. Dus 2 van de 4 hengels met tijgers en dan de rest met 24 mm haka's. Ik heb dus zoals jullie zien daar een milk en fruit aan zitten, 24 mm. Ja, gewoon echt een van mijn favoriete boilies. Kijk of ze die wellicht ook lusten. Die ga ik onder de takken vissen met elastiek aan de overkant. Link onder de eigen kant met een triple tijgenoot. Daar zo. En Julien gaat ook onder de eigen kant met tijgenoten vissen. Dat is puur omdat we daar meer witvis op verwachten. En onder de eigen kant is gewoon veel makkelijker uitvaren dan dat gedoe met het elastiek. Maar goed, we gaan ze snel uitvaren jongens. We hebben er echt veel vertrouwen in. Ik zal jullie ook even snel laten zien dat er voor het eerst sinds tijden ook bewolking in de lucht zit. En ze hebben morgenochtend zelfs een druppel regen voorspeld. Dus het is een weersomslag en hopelijk gaat die vis daar goed op reageren. We gaan ze snel uitvaren. Alle hengels liggen alweer op scherp en wij gaan zo even een filmpje kijken. We hebben hier een extra accu gekregen van Joachim. Daarmee kunnen we ook lekker de laptop opladen. Heb jij al een idee welke film we gaan kijken of wat voor genre? Waar houden wij van? Ja, filmpje over de Tweede Wereldoorlog lijkt me wat. Horrortje is ook wel leuk natuurlijk. Dus, ik stem voor horror. Ja, gaan we doen. Ja, ja zeker. Ja, jongens, ik kan er niks aan doen, maar ik ben echt helemaal verslaafd aan horrorfilms. Dat is wel leuk tijdens de Frankrijk trips altijd, hè? Ja, sowieso. Dus snel die laptop aanslingeren. Yes. En dan vermaken we ons wel vanavond. Hopelijk worden we ondertussen gestoord door een snoeiharde fluiter. Echt snoeihard. Maar dat zullen we zien, hè. Jongens, het houdt heel kort, want er komen honderdduizenden muggen op af. Eerste run op mijn linker hengel. Snoeiharde fluiten, sterke vis. Julian, dit kan de hele nacht redden, jongen. Oh, ik hoop het zo, echt man. Echt dat we deze binnenkrijgen. Ik hoop het zo. Wat een kracht. Geweldig. Stevig drillen. Ik ben heel benieuwd wat hier aanhangt, jongens. Oh, en kijk die muggen, jongens. Het is niet normaal. Ja, ik heb dit er nooit meegemaakt, zoveel vliegen. Ongelooflijk. Ah, snel opdrillen en de lamp aan. Ben ik weer naar een hel van een drill. Eigenlijk een hel. Het ging eigenlijk gewoon precies volgens plan. Heel stevig gedrild. De vis heeft zich één keer vastgezommen en voor de rest ging het helemaal perfect. Een super, super brute spiegel, jongens. Echt super bruut. Er zijn ondertussen wel een heleboel vliegen in mijn ogen gevlogen. Dus vergeef me als ik af en toe een beetje knipper met mijn linker oog, want die is goed naar de donder. Maar kijk eens wat hier op de mat ligt, jongens. Oh, een fantastisch mooie spiegel. Kijk eens naar die beschutting. Ja, hier doen we het voor, echt waar. Oh, dit heeft gewoon de hele sessie nu al gered. Wat een vissen, wat een bloedmooie strijder. Echt fantastisch. Ondertussen is de stroming mega erg komen opzetten. Echt niet normaal. Maar goed, ik ga snel die hengel weer uitvaren. Ik laat deze weer zwemmen.
Zeg Julian, zie ik nou een vis op de mat? Ja man. Lekker, weer een spiegel hè? Yes. Top, top, top. Weer midden in de nacht jongens, kaderfluiter op Julian's hengel. En vis nummer 2. Volgens mij is het net aan het schemeren in de ochtend. En Julian gaat jullie deze fantastische vis even snel laten zien. Kijk eens aan jongens, supermooie spiegel. Ik ben blij dat ik hem binnen heb kunnen krijgen, want ik zag zo net mijn lijn en die is totaal beschadigd. Hij zat meerdere keren vast, midden op het water in obstakels. Ligt hier echt bomvol met obstakels. En zo'n gevlochte lijn die gaat nu eenmaal eerder stuk als die schuurt langs obstakels. Dus zo dadelijk even een heel stuk lijn eraf halen, verse voorslag erop. En dan gaat hij weer op zijn plek voor de ochtend. We krijgen voor het eerst regen op onze kop. Morgen vroeg, dus over een paar uurtjes. En wij kunnen niet wachten, want ja, het zijn super goede omstandigheden. Dus we blijven sowieso de hele ochtend goed doorvissen. En wie weet komt er nog meer langs. De regenbui is net geweest en het is het eind van de ochtend. We hebben lekker geslapen en na die twee spiegels geen actie meer bijgekregen. Maar goed, mega blij met het resultaat natuurlijk. Na al het harde werken van afgelopen week, toch beloond met een aantal prachtige spiegels. Maar we hebben nog 2 nachten voor de boeg en dat betekent dat we nog alles op alles gaan zetten om nog het maximale eruit te halen. We gaan morgen de laatste nacht op deze stek vissen. Dus ik ben nu een voertje aan het klaarmaken wat we er straks nog even in gaan gooien als we weggaan. Een half emmertje, niet zoveel. Want we hebben nu toch de beter gekregen op de stekken waar we heel veel spreid hebben bijgevoerd. En niet zo heel erg veel, een paar schepjes ongeveer. Dus nu ook niet een hele emmer erin gooien of zo, maar gewoon een half emmertje verspreid over 4 stekken. Dat ze lekker kunnen gaan zoeken naar het eten. Dan gaan we zadelijk weer door de sluis naar het stuk hieronder, waar we die nacht hebben gevist dat we 3 vissen hadden. Daar hebben we gisteren nog gevoerd en daar hopen we nog een mooie ene laatste nacht te kunnen beleven. Vanmiddag nog even met Joachim naar de supermarkt en we gaan nog even tanken, want de benzine van de motor is bijna leeg. We hebben heel veel gevaren afgelopen week, dus dat werd ook wel tijd. Maar goed, we gaan de hengels eruit draaien, op naar Joachim en daarna door de sluis op naar de stek. Boot vastleggen jongens en dan en zijn we weer op de stek waar we 3 vissen hadden zoals ik al zei. Ja, super relaxed, het is nu 6:30 s'avonds. We gaan zo eerst even eten klaarmaken. Eerst voeren, dan eten klaarmaken. En dan rond 1:30 wanneer we geen boten meer verwachten, gaan we de lijnen doen. Mega veel vertrouwen in. Ene laatste nacht. Daar gaat de eerste hengel van de 4. Ik ga ze eerst even uitvaren. Zoals jullie zien heb ik er nu toch wel even een shot om de hoek op gezet. En behoorlijk zware ook. Want de vissen hier op de lot hebben zo'n ongelooflijk harde bek. Zodat ik dan toch wat zeker weet dat ik ze enerzijds wat dieper prik. En anderzijds ook gewoon wat meer in de onderlip. Waardoor ik nog betere houvast heb. Ja, met zo'n haakmaatje 2 heb je sowieso al heel veel grip als die goed vast zit. We hebben ook nog 0 verspild tot nu toe. Zelfs geen 1 witvis verspild. Dus dat gaat helemaal fantastisch. Voor de lot is het eigenlijk wel heel normaal om vis te verspelen. Dat gebeurt eigenlijk bij iedereen wel. Dus we hebben denk ik ook heel veel geluk gehad. Maar ja, afkloppen natuurlijk. Hopelijk gaan we ook geen 1 vis verspelen. Ik ga deze hengel hier tegen de boom aan vissen. Ongeveer 2 meter ervan af. En die zet ik gewoon potdicht. Ik geef die vis gewoon helemaal geen ruimte. Heel verspreid gevoerd net. Dus dit wordt de eerste hengel, de tweede ga ik in het wier vissen. De vorige keer dat we op deze stek zaten, viste ik hem net daarachter in de gul. Ik ga hem er nu gewoon in de planten leggen. En Julian die vist op dezelfde manier, die had hem 2 vissen. Dus
moet goed komen, jongens. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Het is alweer bijna donker en ik vind het moeilijk om te zeggen of we nou echt heel veel vertrouwen hebben. Aan de overkant zitten namelijk een aantal gasten op een soort van camping of kampeerplek. En die maken echt mega veel herrie. Dus ja, wat is jouw vertrouwen? Ja. Nou, heel vaag. Jullie nog een keer een aantal piepen. Een vis met een grote steen aan de lijn en die steen is eraf. Hangt geen vis aan, maar was sowieso witvis. Maar goed, we wouden jullie net vertellen of we een beetje vertrouwen hebben voor vannacht. Het vertrouwen is echt nieuw. Maar goed, hopelijk gaan die gasten op tijd slapen. En trekt de vis weer terug de zon. En dan ben ik eigenlijk er wel van overtuigd dat we vannacht minimaal 1 of 2 vissen gaan vangen. We gaan de hengel van jullie snel terugleggen en dan kruipen we ons nest in. En dan gaan we lekker een film kijken, net zoals gisteren. Dat is heel goed bevallen, dus dat gaan we gewoon nog een keertje doen. Best wel lekker zo relaxed vissen. We moeten wel echt scherp zijn, want we vissen weer tegen de obstakels aan met de hengels pot en pot dicht. Dus goed scherp blijven en hopelijk kunnen we nog een aanbeet krijgen vanavond. Goed jongens, jullie haak net een witvis. Het is 12 uur s'nachts. Ik had het echt niet moeten zeggen toen ik de lijnen ging uitvaren dat we nog geen vis hadden verspeeld. Want een half uur geleden brak mijn elastiek aan de overkant. En ja hoor, lijnbreuk. Echt mega zuur. 70/100ste voorslag. Helemaal doormidden. Nou ja, ik ben er echt kapot van. Eerste losse van de trip. En dat blijft gewoon mega, mega zuur. Ik heb hem wel weer op scherp gelegd natuurlijk. Ik bedoel, wat er ook gebeurt, ik ga die hengels non-stop blijven uitvaren. De ene laatste nacht en we willen echt nog even 1 goede vis eruit halen. Tenminste, nog 1 mooie vis. We willen echt nog even 1 mooie vis uithalen. En er hoeft echt geen grote vis te zijn, want elke vis is hier welkom op de lot. Maar goed, om een vis te verspelen is gewoon echt mega, mega zuur. Dus Jula gaat die witvis even onthaken en hem opnieuw uitvaren. En dan gaan wij de ogen sluiten. En hopelijk krijgen we nog een herkansing vannacht. Zo, het is 5 uur 's ochtends jongens. En Julian zit in de boot te drillen. Alleen de vis is vastgezommen. Hij zit om een tak heen in het midden van de rivier. We zijn echt al 10 minuten aan het takelen. En het ziet er heel beroerd uit. Ik ben echt bang dat deze niet meer los gaat komen. Wat denk jij, joh? We hebben alles al geprobeerd. Helaas. Het is nu gewoon een kwestie van hopen dat het hout breekt waar hij achter vast is gezommen. Zo baan dit, hè? Ja, dit is echt super kut. Krijgen we een herkansing, wordt die gespeeld vis van Jan. Dan gaat er waarschijnlijk hetzelfde gebeuren bij mij. Ja, er valt niks aan te doen. Goed, we gaan hem proberen eruit te krijgen. En dan zien we jullie straks in de ochtend weer. Hopelijk krijgen we nog een kans, maar ik ben bang van niet, want het is nu al bijna licht aan het worden. En in de ochtend hebben we nog zo goed als niks gevangen, dus. Nou, op hoop van zegen. Zo, goedemorgen allemaal. Ja, we zijn gewoon niet vrolijk vandaag. Jullie zijn achter het stuur. Echt gewoon een rot nacht beleefd. 2 runs gehad, beide keren lijnbreuk. Ik had gisteravond gewoon nooit moeten zeggen dat we nog geen vis hebben verspeeld. Ik had het moeten afkloppen. Want gewoon super zuur. Weet je, het hoort er gewoon bij. Op de lot is het heel normaal om vis te verspelen. Dat gebeurt iedereen. Maar dat het nou vannacht precies moest gebeuren op de ene laatste nacht. En 2 keer over 70/100ste voorslag, dwars door de midden. Ja, er is niks aan te doen. En er ligt ook echt niet aan dat materiaal ofzo. Als die vis eenmaal vast zit, ja, dan knapt alles af. Julian moest bij zijn laatste run, die ook is verspeeld, moest hij echt met al zijn kracht die lijn breken om nog kapot te krijgen. Zo sterk is dat materiaal. Nou goed, het is gewoon niet gelukt vannacht. Een blank dus, 2 runs gehad. En wij gaan nu de laatste nacht in. Dus we gaan nu weer naar het stuurvak hierboven toe. Kijken of we daar nog een mooie laatste nacht kunnen beleven. Wij hopen van wel. Het enige ding is dat het daar heel erg smal is en ondiep en het gaat vannacht mega hard stromen. Dat konden we op de app zien, dus dat wordt wel heel lastig. We gaan zo eerst even hele grote stenen zoeken en dan gaan we een drop-off systeem maken. Misschien ook zelfs een boeiensysteem, maar waarschijnlijk is dat niet per se nodig. Als we maar hele zware stenen hebben. En dan gaan we kijken of we die laatste nacht vis kunnen vangen. Dat moet gewoon jongens. Zoals Pilar altijd zegt, de laatste nacht komt altijd alles goed. En we hebben hierna natuurlijk nog een aantal weken om te gaan vissen in Frankrijk.
Maar ja, hier op de Lotte willen we echt nog wel even één mooie vis vangen in de laatste nacht. Het zou echt fantastisch zijn. Dus we gaan er alles aan doen. Voordat ik het vergeet te vermelden, deze video. Na deze trip op de Lotte gaan wij nog 2 weken lang heel Frankrijk door. En we gaan eerst een weekendje vissen op een betaalwater. Daar komt ook een video van. En niet zomaar een betaalwater, jongens. Het is echt een schitterend domein met een heel mooi bestand. En ja, daar hou ik ook gewoon enorm van. Het is lekker relaxed, wat voorzieningen op de plek. Het is niet zo dat we een huisje hebben aan het water of zo, maar wel even iets meer luxe. En dan kunnen we even letterlijk en figuurlijk de batterijen weer opladen. En daarna gaan we nog 1,5 week lang een nieuwe regio bezoeken. En daar gaan we de ziekste film ooit van schieten. Tenminste, dat is het plan. Het is een onbekende regio. We zijn daar nog nooit geweest, ook nog nooit wat over gehoord. We gaan gewoon met verstand op nul die kant op rijden. Wateren zoeken, verkennen. Echt pionieren. Dus dat wordt echt mega gaaf. Daar ga ik ook een aparte film van schieten die niet online komt op YouTube. Die film kunnen jullie namelijk aanschaffen op mijn website www.twincarp.nl. Die website komt eraan. Ik weet niet of die al online is op het moment dat deze video online staat. Maar ja, voor een paar euro kunnen jullie die film gaan kopen. Het is voor mij ook een leuke manier om te bekijken hoeveel mensen er nou daadwerkelijk een paar euro voor over hebben om die film te gaan bekijken. Hij wordt echt next level. En nou ja, ik heb 8 jaar lang gratis video's gemaakt, dus dit mag vast wel een keertje. Ik ben heel erg benieuwd of die ook echt vaak bekeken gaat worden. We zullen het zien, maar ik raad jullie van harte aan om straks die website te gaan bezoeken als die online is. Wij gaan in ieder geval naar de stek toe, even door de sluis heen en dan hopen wij op een goede laatste nacht. Kijk eens aan, we zijn aangekomen op de laatste stek. Bloedje, bloedje mooi. Zoals eigenlijk elke stek. We hebben even een klein plannetje bedacht. Om hopelijk nog een paar vissen te kunnen vangen in de laatste nacht. 1 vis zal al genoeg zijn. Nou, ik ga weer 1 hengel met tijgernoten vissen. Want dus die hele mooie spiegel die ik hier had, die had ik ook op deze triple tijgernoten rig. In de rechterhengel ga ik met zo'n 24 mm milk en fruit vissen. En hopelijk krijg ik daar geen bijvangst op. Want die ga ik met elastiek naar de overkant vissen. En het is toch altijd nog maar de vraag of die witvis zo'n elastiekje kapot kan trekken. Hey Joe, heb jij al een plannetje bedacht? Ja, zeker. Mijn rechterhengel heb ik al klaar. Die ga ik ook met tijgenoten vissen, net als Jelme. Ja. Deze drichtje. En jullie zien daar stenen op de grond liggen. Die heb ik net opgeraapt bij de sluis. Want ja. Het gaat vannacht super hard stromen. En dan blijft zelfs 300 gram echt niet liggen. Dus dan ga ik met stenen vissen en dan proberen toch de vaaghul te bevissen. En ja, ik heb daar wel veel vertrouwen in. Alleen hopen dat de boel gewoon netjes blijft liggen. Dat is natuurlijk maar de vraag. Ja, precies. Het stroomt nu echt al behoorlijk hard. En het gaat alleen nog maar harder stromen. Ze hebben echt veel stroming voorspeld. Dus we gaan zien hoe dit gaat aflopen. Maar goed, ik denk dat het goed moet komen. Jullie gaan met stenen vissen. En ik heb nog een paar van die hele zware loden, zoals jullie zien. En zodra ik die kwijt ben, dan ga ik er natuurlijk ook gewoon een stenen hangen. Goed, snel de hengels uitvaren. Het is laat in de middag, dus mooi op tijd. Hopelijk kunnen we al snel actie krijgen. Het zit weer niet mee, jongens. Echt waar. We hebben net alle 4 de hengels op scherp liggen. Vol vertrouwen gewoon die laatste nacht te vissen. We hebben hier vis gevangen, we hebben goed gevoerd. En ze liggen echt perfect. Er komt een dikke stroming aan waar we op zijn voorbereid. Komt er net een local aanvaren in zijn rubberbootje. En die zegt dat hij hier al een aantal dagen heeft gevoerd. Nou, hij zit ook echt maar 300 meter verderop. En daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Ik had zoiets van, nou, wij blijven lekker zitten. Want wij kunnen er niks aan doen. We hebben hier gevoerd, we hebben hier ook al vis gevangen en we zaten eerder dan hem. Nou, heel simpel dus. Maar goed, ik snap het ook wel. Joachim die verhuurt hier de boten op de Lot. En hij wil natuurlijk de locals ook een beetje tevreden houden en tevriend houden. Dat is ook wel belangrijk. Dus we gaan de hengels weer eruit draaien. En we gaan verkassen. Ja, het is echt mega balen, jongens. Echt, echt niet normaal. Of niet, joh? Ja, we hadden zoveel vertrouwen voor die laatste nacht. We dachten, ja, we gaan nu sowieso een bak vangen, goed gevoerd, goede stek, we kennen de stek, we zijn voorbereid. En dan moeten we weg naar een onbekende stek. En, daar hebben we ook nog eens echt niks aan kunnen doen, hè? Dat is het hele ding. Ja, dat is helemaal overmacht. Hè. Nou ja, we gaan een instant stekje opzoeken, ik denk hier bij de barrage. Want daar zijn altijd wel goede stekken om instant te gaan vissen. Maar het is niet fijn, joh. Nee. Het is echt zuur.
Maar goed, we gaan helemaal eruit draaien. Ja jongens, het is echt verschrikkelijk. De motor is niet sterk genoeg om tegen de stroming in te gaan. Dus Julian moet langs de kant de boot naar onze karpenboot trekken. Ja, niet te doen dit. Heel misschien heeft Joachim vanavond nog tijd om de motor van Julian langs te brengen. Die is super, super sterk. Wel respect hoor, Julian. Buffelen. Ja, als wij dit met vis moeten doen, dan wordt het wel echt een hel. Maar komt goed. Ik heb nog nooit. Jawel jongen. Ik heb nog nooit zulke sterke stromen gezien. Maar Julian is gelukkig een buffel. Die trekt de boot wel naar de boot toe. Goedemorgen allemaal, we hebben helaas niks meer bijgevangen. Maar ja, we hadden het stiekem ook wel verwacht. Het is echt heel erg zuur, maar het is niet anders. Dit is wel echt de realiteit van het riviervissen. Soms is het super taai, je moet je echt hard werken voor een vis zoals wij afgelopen week moesten. En af en toe val je met de neus in de boter en kan je je gewoon helemaal scheel vangen in de dikke bakken. Wij hebben in ieder geval echt genoten afgelopen week en we kunnen dit iedereen van harte aanbevelen. Echt jongens, dit is voor ons de ultieme visserij. Het zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar ik kan dit echt aan iedereen aanraden om een keertje mee te maken. Lijkt het je leuk om een keer vanuit zo'n boot te vissen? Kijk dan zeker even op de website van Lot of Carp van Joachim Stelma. Of doe hem gewoon even een berichtje via Facebook of Instagram. De linkjes staan in de beschrijving. Nou, voor ons zit het avontuur in Frankrijk er nog zeker niet op, want we gaan nog ruim 2 weken lang vissen. Eerst gaan we een video opnemen op een schitterend betaalwater, ongeveer 5 uurtjes hier vandaan. Dat gaan we dit weekend doen en daarna gaan we nog ruim 1,5 week openbaar roadtrippen in een onbekende regio. Dat wordt mega vet en daar ga ik dus een exclusieve film voor schieten die jullie kunnen zien op www.twincarp.nl. Dus houd het zeker in de gaten. Mensen, allemaal mega bedankt voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten nog even een blauw duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. Laat een reactie achter om te laten weten wat jij van deze video vond. En abonneer als je dat niet hebt gedaan. En druk ook op het belletje naast de abonneerknop. Want dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe video online komt. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot ziens.